manier. En ik denk ook dat het voor heel veel apothekers tussen een middagpauze en tussen twee patiënten in een gemakkelijke manier is om kort nog even een aantal boodschappen mee te geven. Zoals sommigen misschien daarnet al hoorden, ik lees op de sociale media dat de Waalse minister Monreal aankondigt dat in maart 2022 er naar alle waarschijnlijkheid een derde prik zal worden voorzien voor iedereen. Ik ben benieuwd straks, professor Van Damme, om te horen van jou, hè, hoe ver we staan. Ik denk dat er ook een zeer grote bezorgdheid vanuit deze sector, maar ook vanuit andere zorgverstrekkers is van wat nu met die derde prik voor zorgverstrekkers. Want ja, wij staan elke dag nog steeds in die frontlinie en de cijfers zijn toch niet echt hoopvol. Bij deze wil ik iedereen ook nog even bedanken om tussen alle hectiek van griepvaccins, testing en de gewone dagelijkse zorg voor burgers en patiënten tijd vrij te maken voor deze lunchwebinar. We streamen ook live via Facebook, omdat er toch wel heel veel aandacht was voor deze lunchwebinar. Ik heb genoeg gepraat. Ik laat nu graag Pierre aan het woord. En Pierre, ook jij alvast bedankt om altijd ook zo ja, gedienstig te willen zijn om onze apothekers te helpen bij het verstrekken van informatie in kader van de hele crisis. En we zijn intussen al anderhalf jaar ongoing. Wie had dat gedacht toen we met jou de allereerste webinar hielden en toen we de slogan Apotheker blijf achter je toog lanceerden? Merci Ja, we Pierre, hebben aan denk jou ik, het woord. we hebben samen een hele weg afgelegd en die weg is nog zeker niet, of die beklimming is zeker nog niet rond. En die wordt soms met momenten weer eventjes steiler, maar ik denk dat we dat wel aan kunnen. We hebben zeker wel meer nieuws te brengen nu en ik doe dat heel graag, omdat ik besef dat jullie ook voortdurend ja, in de vuurlijn zitten van vragen. Van veranderende gegevens, van voortschrijdend inzicht, iedereen weet dat. En dat jullie ook proberen zoveel mogelijk mensen te motiveren om de maatregelen te volgen of om zich te laten vaccineren. Dus ik ga meteen ook starten met het delen van de dia's en ik hoop dat dat zal lukken. Dat zou het inderdaad moeten zijn. En ik wil meteen ook op de inleiding inspelen als ik hoor dat er. Voilà, zo. Dat zou normaal een volledig scherm moeten dekken met de dia's. Als ik hoor dat ministers inderdaad aankondigen dat men gaat voor een hele voor een vaccinatie van de hele bevolking. Dat is natuurlijk één voor hun beurt spreken, omdat de Hoge Gezondheidsraad zich daarover moet uitspreken. Maar Vlaanderen heeft dat voor een stuk ook al gedaan. Dus misschien is het een beetje spiergerol van de verschillende regionale ministers. Eén ding is zeker, en ze doen dat soms ook met de beste bedoelingen, dat is om een planning te kunnen maken van wat er besteld moet worden en wat er moet afgeleverd worden en wie dat dan ook zal moeten ingezet worden als vaccin, als vaccinator of welke structuur dat we gaan nodig hebben. Dus dat is misschien ook daarom dat ze het doen. En dat is een beetje druk zetten op het systeem. Dus ik kan daar zeker mee leven, maar die vaccinatie voor de hele bevolking kan pas als we daar ook wetenschappelijke gegevens voor hebben. Maar ik ga jullie daar nu net wat meer informatie over geven. Goed, ik begin gewoon met toch een beeld te geven. En ik denk dat dat voor jullie belangrijk is, dat je dat ook meeneemt naar uw cliënteel. Momenteel zitten we aan, u ziet het, bijna 7 miljard mensen die gevaccineerd zijn, of liever dosissen die verdeeld zijn en gezet geweest zijn. Dat is gigantisch veel en dat zegt ook heel veel op vlak van veiligheid en op vlak van opvolging van die veiligheid. Omdat dat gebeurt natuurlijk voor een groot stuk, dat weet u ook, vooral in westerse landen, in industrielanden waar er systemen bestaan om heel goed op te volgen wat de veiligheid is van die vaccinatie. Dus we kunnen heel wat ecologische studies opzetten en dat gebeurt ook om vast te stellen dat het vaccin helemaal geen invloed heeft op de fertiliteit. Dat weten we door deze gegevens. En dat is toch nog altijd iets dat circuleert op de sociale media. En jullie zullen daar waarschijnlijk ook vragen rond krijgen. In feite wisten we dat ook van de grote studies. Herinner u de studies die ik bijna een jaar geleden heb voorgesteld rond Pfizer met 2 keer 20.000 mensen in de placebo en in de kandidaat-vaccingroep. Omdat in de twee groepen men een even groot aantal geplande, of liever niet geplande zwangerschappen had. Dat illustreert dat het vaccin geen effect heeft op die
zwangerschap. En dat is nu ondertussen bevestigd in heel wat andere studies, vooral in de Verenigde Staten, waar grote groepen vrouwen gevolgd worden, gevaccineerd, niet gevaccineerd, en het fertiliteitscijfer wordt daar ook in opgevolgd. Goed, Vlaanderen doet het goed en dat zorgt er natuurlijk voor dat zowel de mensen, de media, niet begrijpen wat zich momenteel afspeelt. En ik kom daar ook op terug, maar in korte, ik zou zeggen, kort uitgelegd. We hebben een groot deel van de bevolking voorzien van vaccinatie. We weten dat die vaccins helpen, maar dat men toch nog besmettelijk kan geraken, ondanks vaccinatie. En we weten dat een deel van de bevolking terug kwetsbaar wordt, boven een bepaalde leeftijd, na een aantal maanden na hun basisvaccinatie. En ook natuurlijk de mensen die immuungecompromitteerd zijn. Dus op het moment dat we, dat we in de bevolking toch nog kwetsbaren hebben, enerzijds, en dat er een aantal mensen terug kwetsbaar kunnen worden, laten we de maatregelen relatief snel los. Ik heb het beeld gebruikt van men haalt de stolp van de maatschappij op 1 oktober. Vrij brusk en ineens mag alles of krijgen de mensen toch wel het gevoel van alles mag. En we zien dat ook aan de contactcijfers in onze studies. Dus mensen die gevaccineerd zijn, hebben opnieuw heel wat meer contacten omdat ze ervan uitgaan dat zij volledig beschermd zijn. Maar men vergeet dat men het virus vanaf 1 oktober een enorme snelheid heeft gegeven en alle mogelijkheden heeft gegeven om te circuleren. Dat uit zich natuurlijk bij een bijzonder besmettelijk virus, anders dan een jaar geleden bij een minder besmettelijk virus. Dus dat is men voor een stuk vergeten. En nu beseft men dat men toch best die maatregelen maar met mondjesmaat had moeten lossen van mondmasker, van COVID-safety-kit, van telewerk en dergelijke meer. Dus het is eventjes terug op de rem gaan staan om vooral nu de circulatie van het virus tegen te gaan. Moesten we niet gevaccineerd hebben, en ik kom daar ook op terug, dan zouden wij nu met het tienvoudige aan hospitalisaties en zeker ook aan infecties zitten. Waarom? Omdat we net met een veel besmettelijker virus zitten, dat trouwens nog besmettelijker wordt. Daar is niks aan te doen. Dat is het gegeven van die subvariant die vanuit de Verenigde Staten, vanuit het Verenigd Koninkrijk naar hier komt. Goed, ik laat dit beeld graag zien. Dit is puur om te tonen van, kijk, werkt de vaccinatie? Ja, die werkt. Dit was een beeld vanuit de Verenigde Staten op het moment dat de Delta-variant nog niet circuleerde. Duidelijke reductie op vlak van ziekte. Op vlak van hospitalisatie nog meer duidelijk en op vlak van overlijden ook nog meer duidelijk. Een reductie met 25-voudig. Dus minder, 25 keer minder kans om in het ziekenhuis terecht te komen als gevaccineerd. Natuurlijk zal u zeggen, ja, maar wat dan als de Delta-variant begint te circuleren? Die cijfers hebben we ondertussen voor een stuk uit Frankrijk. Ik ga ook Belgische cijfers tonen. Dit zijn cijfers voor de opnames op intensieve zorgen, waar je duidelijk de incidentie ziet bij de mensen die niet zijn ingeënt. Dat zijn de rode balkjes. En u ziet dat dat heel duidelijk is boven de 60 jaar. Als we kijken naar hospitalisatiecijfers, net hetzelfde beeld. Wie goed gevaccineerd is met een dubbele dosis of met een 1 dosis voor Johnson & Johnson, dan ziet u dat men daar heel weinig opnames heeft. Maar men heeft er nog, ik sluit dat niet uit. Maar die kans, die probabiliteit, ligt veel lager dan bij de niet-gevaccineerde populatie. En dat beginnen mensen die niet gevaccineerd zijn ook in te zien. Ik krijg hoe langer hoe meer mails van hoe geraak ik nog aan mijn eerste of eventueel mijn tweede dosis. Dus ik denk dat we dat duidelijk moeten uitleggen en tonen dat er een enorm verschil is in die risico's op hospitalisatie. Dit zijn onze eigen cijfers. Vorige week vrijdag voorgesteld geweest door Pedro Facon op de persconferentie. De dia is een beetje troebel, maar omdat ik het van het scherm getrokken heb. Maar het geeft exact hetzelfde beeld weer. Dus dat wil zeggen, in het donkergroen of het duidelijke groen ziet u het risico om opgenomen te worden in het ziekenhuis voor de mensen tussen 18 en 64. En dat is duidelijk hoger in die leeftijdsgroep, en dat is heel opvallend. En wie zijn dan de mensen die wel worden opgenomen op dat moment? Wel, vooral de niet-gevaccineerden en slechts een heel klein beetje gevaccineerden. Dat kunnen mensen zijn met bijvoorbeeld een immuungecompromitteerde toestand. En dat is me natuurlijk meer in detail aan het bekijken, maar het verschil is bijzonder groot. Dat is een factor 10 die je hier hebt.
Dus 10 keer meer kans om als 18-64-jarige in het ziekenhuis terechtgekomen op dit moment als gevolg van de circulatie van het Delta-variant. Boven de 65 hebben we te maken met een wat meer kwetsbare bevolking. Ook daar is het verschil bijzonder duidelijk, maar niet een factor 10, een factor 3,5. Minder kans om in het ziekenhuis terecht te komen als gevaccineerde 65-plusser. En daar zien we effectief een aantal 65-ers die een twee dosissen hebben gehad, maar toch in het ziekenhuis terechtgekomen. De meesten, en ik kan dat ook ondertussen bevestigen, niet op intensieve zorgen, maar wel in het ziekenhuis terechtkomen. Dat was dan ook de reden waarom we deze mensen preferentieel een derde dosis geven om die immuniteit nu te gaan versterken, vooral de geheugenimmuniteit. Er is een heel mooie berekening geweest die we ook moeten gebruiken om uit te leggen aan de mensen waarom, want dat cijfer heeft ook gecirculeerd, het aantal mensen die gevaccineerd zijn en met COVID-19 of om reden van COVID-19 in het ziekenhuis terechtkomen, dat percentage ligt hoger dan niet-gevaccineerden. Ja, dit is gewoon een kwestie van aantallen. Als je 92% van de mensen, en ik denk dat dit een heel mooi cijfervoorbeeld is, zou vaccineren, dan weet je, als je daar een kansberekening op loslaat, wat de kans is om dan de ziekte op te lopen, dat je vroeg of laat te maken hebt met een aantal gevallen en een aantal opnames die niet te onderschatten zijn, en dat is normaal, aan de kant van de gevaccineerden. Waarom? Omdat dat ook een veel grotere proportie is in je bevolking. Als je 100% van de mensen vaccineert en er worden er een aantal opgenomen met COVID-19, ja, dan is 100% van hen die gevaccineerd is, die in het ziekenhuis dan terechtkomt. Dus dit is puur een mooi voorbeeld om dat uit te leggen, dat dat een vergelijking is voor een stukje van appelen met peren. Een veel betere vergelijking is eigenlijk kijken naar wat is uw risico om als gevaccineerde of niet gevaccineerde in het ziekenhuis terug te komen. Ik ga ook de dia's via Marleen laten circuleren, zodanig dat jullie dat ook rustig kunnen bekijken. Momenteel zitten wij met een uitsluitende circulatie van Delta-variant. Daar komt waarschijnlijk ook systematisch wat sub-Delta-variant in voor, maar dat heeft één voordeel en een nadeel. Het nadeel is dat de Delta-variant ziekmakender was dan de vorige varianten en dat die besmettelijker is. Het voordeel is dat die zodanig dominant is dat die andere varianten eigenlijk hier niet de kans geeft om voet aan de grond te krijgen. De sub-Delta-variant is dus eigenlijk een Delta-variant, maar die nog een stukje besmettelijker is, ongeveer 10% besmettelijker is. Dus, maar voor de rest zien we niet dat die ziekmakender zou zijn. En dat wil zeggen dat onze vaccins nog altijd goed stand houden tegen die sub-Delta-variant ook. Ik laat dit vooral zien om duidelijk te maken dat in de werking van onze vaccins, dit gaat nu over een Pfizer-vaccin, dan zien we meteen wat dat betekent, de komst van die Delta-variant. Dat zijn de driehoekjes, de rode driehoekjes. En dan zie je voor drie verschillende studies dat de doeltreffendheid tegen die Delta-variant die daalt voor wat betreft vooral de infecties, voor een stukje ook voor de symptomatische infecties, maar niet als we kijken naar hospitalisatie en overlijden. Ik denk dat dat belangrijk is. Daar scoren we nog altijd even goed als dat we scoren tegen de alpha-variant. Dus wat doet de komst eigenlijk van de delta? Die doet vooral de werkzaamheid verliezen tegen infectie en tegen goedaardige ziekte die thuis kan verzorgd worden. Wat is het gevolg? Dat dit een druk vormt vooral op de eerste lijn en voorlopig, zou ik zeggen, minder op de ziekenhuizen, dus op de tweede lijn. En de huisartsen weten dat bijzonder goed. Dat brengt mij naar een Engelse studie die ondertussen ook gepubliceerd is. Dat is de preprint die ik u laat zien, maar de studie is ondertussen gepubliceerd. En die toont eigenlijk voor het AstraZeneca-vaccin, dus zij die dat gekregen hebben, en voor het Pfizer-vaccin, bij de 65-plussers een daling van de doeltreffendheid wat betreft doeltreffendheid tegen hospitalisatie. Dus we starten vrij hoog met de twee vaccins. AstraZeneca heeft altijd ietsje lager gescoord dan Pfizer, maar u ziet dat men dus ongeveer 10% punten verliest over een periode van 20 weken. Dus vanaf 20 weken begint duidelijk die doeltreffendheid af te nemen naar hospitalisatie toe. We zien dat eigenlijk ook bij Pfizer, verliest ook ongeveer een 10% punten. En dat is hetgeen dat zich nu vertaalt in een aantal landen. Dat is die opname van mensen boven de 65. Heel vaak zijn dat mensen boven de 75.
die dan een risico lopen om in het ziekenhuis terecht te komen als ze aan het virus zijn blootgesteld. Dus hoe kunnen we daarop antwoorden? Dat is nu de circulatie tegenhouden met terug het afspreken van een aantal duidelijke maatregelen en die mensen een derde dosis geven. Moeten we dan blijven dosissen geven? Wel, u weet dat ook van andere vaccins. Waarschijnlijk hebben we hier nog, en het is niet waarschijnlijk, men heeft nooit de tijd genomen, en dat gaat ook niet in pandemische omstandigheden, om rustig te bekijken wat is nu het ideale schema van AstraZeneca, wat is het ideale schema van Pfizer. Als we kijken naar hepatitis B, als we kijken naar het humaan papillomavirusvaccin, daar is bijna een jaar overheen gegaan om rustig te bekijken van is een 0-1-6 maanden schema of een 0-1-12 maanden schema of een 0-2-6 maanden schema, is dat beter dan een ander schema? Op de duur weet men dat en wordt dat ingediend. Bij de COVID-19-vaccins hadden we die tijd niet. En dat is zeker geen kritiek op de firma's en ook niet op de regelgevende autoriteiten. Maar het is een gegeven dat men geprobeerd heeft om zo snel mogelijk, zoveel mogelijk mensen met de beschikbare vaccins te beschermen, zonder te weten van hoe lang gaat dat werken. Dat moest dan opgevolgd worden. En dat is bijvoorbeeld in deze studie, ook in een Amerikaanse studie, in een Israëlische studie, volgt men dat nu op. En kan men zeggen van, kijk, idealiter gaat men hier een boostervaccin geven. En dat is ook hetgeen dat gebeurt. En misschien is het ideale schema wel een soort van 0-1-6 of een 0-1-12 schema. Dat moet ondersteund worden met wetenschappelijke data. Alleszins doen we dat nu voor de 65-plussers op basis van deze studie. Waarom niet bij de jongeren momenteel? Wel, in diezelfde studie hebt u hier de werkzaamheid weergegeven ook weer tegen hospitalisatie bij de 40-64-plussers. Maar u ziet meteen dat die aantallen kleiner zijn, want de betrouwbaarheidsintervallen zijn bijzonder breed. Men gaat ongeveer van boven de 80% tot minder dan 40%. Dit is bijzonder breed, omdat het gebaseerd is op kleine aantallen. U ziet dat ook aan de kant van de Pfizer. Mensen die Pfizer gekregen hebben, die betrouwbaarheidsintervallen zijn zeer breed. En dan is het niet correct om hierop een beleid te gaan uitvoeren. Maar het is wel belangrijk dat we dit opvolgen. Dus Engeland volgt dit ook heel nauwkeurig op om ons op tijd ook in te lichten of dat er naar de bredere groep mensen dus een boostervaccinatie moet gebeuren. Ik sluit dat dus ook niet uit. En ik zeg dat ook in de media. Ik sluit niet uit dat wij vroeg of laat allemaal een derde dosis gaan nodig hebben als een vervollediging van ons vaccinatieschema. Niet omdat we dan om de 3-4 maanden een vaccin nodig gaan hebben. Nee, omdat een boostervaccin net een investering is in onze geheugenimmuniteit. En dus eigenlijk onze immuniteit gaat verlengen. En dat zien we net ook met hepatitis B en met het humaan papillomavirus vaccin. Dus die herhalingsdosis, en dat is een beetje verwarrend geweest, denk ik, ook in de communicatie. Aanvankelijk hebben we gezegd een derde dosis voor mensen met een immuun gecompromitteerde situatie, en die is duidelijk hier beschreven. En dat is eigenlijk geen boosterdosis. Dat is een derde dosis ter aanvulling van hun basisvaccinatie. En weet je wat je ook ziet bij onze zuigelingenvaccinatie? Geven we soms 3 basisvaccins en dan pas een paar maanden later een vierde vaccin, dat dan een soort van boostervaccin is. Wel, waarschijnlijk hebben deze mensen onvoldoende aan een eerste, tweede dosis en moeten ze een derde dosis hebben als basisvaccinatie. En ook daar zal de wetenschap uitwijzen of dat zij in aanmerking komen voor dan een echte boostervaccinatie over een aantal maanden. Amerika heeft dat vandaag trouwens ook al bekendgemaakt, dat dit een mogelijke piste is voor mensen puur met die immuungecompromitteerde toestand. Dus dat is eigenlijk vrij uitzonderlijk. En ik zag ook dat er een vraag was bij jullie rond een potentiële vierde dosis. Wel, dat zou eventueel voor deze mensen wel eens in aanmerking kunnen komen. Dat betekent ook dat de prioriteit vandaag ligt rond de waarschijnlijkheid om te antwoorden op het vaccin. De prioriteit ligt niet meer, zoals we dat meegemaakt hebben in maart en in april, op mensen die, als zij COVID-19 zouden doormaken, meer kans hebben op een verwikkeling. Herinner u mensen met obesitas, mensen met een hoge bloeddruk? Er waren bepaalde mensen die geïdentificeerd werden om prioritair gevaccineerd te worden als risicogroep. Dat was de periode, ik zou zeggen, in het begin van onze vaccinatieprogramma's.
Nu zitten we in een situatie die anders is, waar dat we zeggen mensen met een verminderde afweer of met meer kans op het feit dat ze niet op het vaccin gaan antwoorden, en daar denken we bijvoorbeeld ook aan oudere mensen, door de immunosenescentie, wel, die mensen worden nu naar voren geschoven. Dus dat is een andere prioriteitsstelling. Dus een groep van 65'ers, die komen nu in aanmerking. 9 kansen op 10 gaan het gros van deze mensen in november hun derde dosis krijgen. Dat heeft te maken met het feit dat wij ook berekenen dat dat ongeveer een 4 à 6 maanden na hun basisvaccinatie gebeurt. Dus hier hebben we het echt over een herhalingsdosis. Dus niet meer een derde basisdosis, maar een herhalingsdosis. En we proberen dat wat gelijk te trekken tussen de mensen die AstraZeneca gekregen hebben en de mensen die Pfizer gekregen hebben. Vandaar die 4 maanden voor de ene groep en 6 maanden voor de andere groep. Is dat bijzonder... Of mogen we daarvan afwijken? Eigenlijk is dat een recht cijfer. En de vaccinatiecentra weten dat ook. En men gaat dat niet te strikt gaan toepassen, puur om ook de efficiëntie binnen de vaccinatiecentra hoog te houden, zodanig dat er geen momenten gaan komen waar men daar bijna niemand gaat zien omwille van te strikte tijdslijnen. Een booster begint absoluut te werken vanaf 3-4 maanden. Dat weten we uit wetenschappelijke gegevens. Dus voor de mensen onder de 65 is er momenteel geen aanbeveling, omdat we op basis van een aantal studies in landen ook niet onmiddellijk daar een reden voor hebben. Ook niet voor de mensen met de klassieke risicofactoren zoals obesitas en hoge bloeddruk. Dus daar volgen we dat wel op, maar daar zijn momenteel geen wetenschappelijke data om die mensen naar voren te schuiven. De vraag komt dan natuurlijk ook... En dat vat een beetje samen wat we net hebben gezegd. Maar dan komt de vraag van wat met de gezondheidswerkers? Wel, morgen gaat de interministeriële conferentie zich daarover buigen. En het advies, mag ik dat nu zo confidentieel mogelijk tegen jullie zeggen, is positief. Dus de Hoge Gezondheidsraad heeft gezegd van die mensen wel naar voren te schuiven. Om de reden niet dat we daar gigantisch veel doorbraakinfecties zien. Maar we weten wel... dat de eerste lijn, het personeel in ziekenhuizen, in instellingen, toch wel aan meer virus is blootgesteld, soms ook aan een hogere virale lading. En we willen vooral nu inzetten op een versterken van die eerste lijn, omdat onder andere jullie ook toch wel heel zware maanden achter de rug hebben. En de continuïteit van zorg, ook de continuïteit van de werking van apothekers, is bijzonder belangrijk. Dus ja, jullie vallen ook onder die... brede definitie van gezondheidswerker. Dus ik denk dat dat evident is. En dus vanaf zaterdag gaat dat ook aangekondigd worden en dan kan dat ook beginnen uitgevoerd worden. Dus dat is de bedoeling om nu ook meteen, ik zou zeggen naast de 65-plussers, de gezondheidswerkers te gaan vaccineren. Ook hier het interval zal, en dat geldt dan ook natuurlijk voor jullie, gaan we kijken van hoe lang is het geleden. Maar ik zou zeggen... als dat om en bij de 4, 5, 6 maanden is, en ook dat is duidelijk een richtcijfer, dan weten we dat dat een zeer goed boostereffect zal teweegbrengen. Een vraag die jullie misschien ook krijgen, die ik nog apart gekregen heb, is wat doen we met mensen die om risico van anafylaxie hun vaccins in het ziekenhuis hebben gekregen? Wel, u mag tegen die mensen zeggen dat zij ook voor hun derde dosis eigenlijk dezelfde procedure volgen. Zij gaan dan een afspraak maken op die diensten allergologie om binnen een beschermd milieu, een ziekenhuismilieu, hun derde dosis, of voor sommigen zal dat misschien hun tweede dosis zijn, als ze Janssen hebben gekregen als eerste dosis, dan zijn ze meteen ook gerust. En dat is eigenlijk de meest correcte manier van werken. Er zijn vragen binnengekomen rond de doeltreffendheid van de vaccins. Dus u hebt gezien, het is nog altijd bijzonder doeltreffend. Die derde dosis die is doeltreffend, maar ik zal zeggen, de Israëlische studie en de Amerikaanse studie daar rond toont vooral een doeltreffendheid. Natuurlijk, de eerste weken na toediening van die derde dosis die is heel sterk, maar dat gaat moeten opgevolgd worden de volgende maanden om daar nog verder documentering aan te kunnen geven. Maar we gaan ervan uit dat die derde dosis bijzonder doeltreffend is. Ook afhankelijk natuurlijk van wat dat er in de toekomst nog zal circuleren. Maar ik zou bijna zeggen, dankzij het Delta, de Delta-variant, is de kans groot dat we daar nu een tijdje mee opgezadeld gaan zitten, omdat die zo dominant is.
Er zijn vaccins in de maak die gaan werken met een aangepaste samenstelling, dus die meer gefocust zijn op die Delta-variant. Nu, die fase 1-studies lopen nog voor een stukje. Sommige zijn afgerond. Die gegevens worden ingediend bij de Food and Drug Administration, maar ook bij de Europese autoriteiten. Maar we hebben daar nog niet onmiddellijk zicht op wanneer dat zal rond zijn. Als dat goedgekeurd is, dan kan die productie, vooral van die RNA-vaccins, op een 4 à 6 weken worden omgezet naar de nieuwe samenstelling. Dus dit zou er kunnen aankomen. En ik blijf heel, voorwaardelijk in het begin van 2022. Maar het heeft zeker geen zin om daarop te wachten als er aanwijzingen zijn om een derde dosis te geven wegens verlies van werkzaamheid bij bepaalde leeftijdsgroepen. Maar we houden dat zeker in de gaten. Er zijn bepaalde bedrijven die ook gaan werken met een multidosis, of liever met een multivalent vaccin, dus het huidige qua samenstelling, plus dan voegt men daaraan toe een tweede type RNA dat meer gefocust is op Delta-variant. En dan moet natuurlijk ook uitgekiend worden of dat interferentie geeft, ja dan nee. Goed, samen toedienen van griepvaccin en het COVID-19-vaccin, dat kan dus op dezelfde dag in de rechter of linker deltoïdeusspier, geen enkel probleem. Die gegevens hebben we nu vanuit Engeland. Dat geeft geen enkel probleem qua veiligheid en ook geen enkel probleem qua immuunantwoord. Mag daar 1 dag tussen zitten, mag daar 3 dagen tussen zitten, mag daar 14 dagen tussen zitten. Eigenlijk eender welk interval is mogelijk. Hetzelfde geldt ook, en passen we nu ook toe voor andere vaccins, ook al hebben we daar geen gegevens rond, maar we extrapoleren 2 zaken, wat we hier zien met het griepvaccin, maar ook de algemene regel binnen de vaccinologie. Ik heb dat denk ik ook in een aantal IPSA-avonden toegelicht. Als we 2 niet-levende vaccins hebben, COVID-19 is een niet-levend vaccin, pneumokokkenvaccin is een niet-levend vaccin, maar er zijn nog andere niet-levende vaccins. Wel, die mogen perfect concomitant, dus op hetzelfde moment, toegediend worden, maar in een andere spier, of met eender welk interval. Dat helpt zeker naar flexibiliteit van programma. En ik ga afronden met een andere vraag die er ook gesteld geweest is, met name wat weten we al over de besmettelijkheid ten opzichte van de Delta-variant. En ik zei gisterenavond nog tegen Marleen van daar ga ik geen antwoord op kunnen geven, want er zijn geen gegevens over. Ondertussen toch eventjes nagekeken dat er toch niks gepubliceerd geweest is. En natuurlijk, dat is altijd zo, vandaag is de volgende studie gepubliceerd. En wie daar interesse voor heeft, wil ik gerust daarvoor uitnodigen. Wat zegt dat in grote lijnen? Ik heb hier de interpretatie meegenomen. Eigenlijk de conclusie van het onderzoek toont dat vaccinatie wel degelijk het risico op infectie reduceert en de snelheid van virusklaring verhoogt. Maar we zien dus wel degelijk ook dat er infecties kunnen gebeuren, dat de virale lading, de piekconcentratie van virus ongeveer vergelijkbaar is als bij een niet-gevaccineerde persoon. Alleen gaan we die veel sneller uitklaren of wegklaren. En dat is belangrijk, dus het vaccin zal zeker werken voor een stukje op dat risico van infectie en voor een stukje op besmettelijkheid. We zullen dus minder lang besmettelijk zijn door gevaccineerd te zijn. Dit is zeker nog voor verder onderzoek vatbaar, maar ik zou zeggen, op het eerste gezicht toont dat ook wat we al vermoed hadden, dat die vaccins wel degelijk werken, maar wat minder dan verwacht op de besmettelijkheid. Het zou mooi zijn moesten we inderdaad kunnen zeggen dat vaccins ook die besmettelijkheid blokkeren. Nu, pas op, de derde dosis zou wel eens dat kunnen meenemen. Niet alleen een verhoogde individuele bescherming, maar ook meer effect hebben op die besmettelijkheid. En ik hoop dat die onderzoeken lopen. Zelf zou ik het heel graag willen opzetten, maar heb ik echt geen tijd. Maar als die derde dosis echt ook een impact heeft op die besmettelijkheid, dan zijn we echt goed vertrokken. Maar momenteel moeten we nog inzetten op 2 zaken. Dat is die vervollediging van de bescherming in onze bevolking. En tegelijkertijd inzetten op de verminderde circulatie van het virus door de maatregelen die nu getroffen worden. Goed, ik denk dat ik hierbij
stop. Dat is een beetje wat we al allemaal in de pers ook gezegd hebben, wat we verwachten van de vierde golf. Die dia is van augustus geleden, maar u ziet dat we zullen blijven inzetten op handenwassen, mondmasker, betere activiteiten binnen, buiten dan binnen. En natuurlijk ook in de mate van het mogelijke telewerk, maar ik denk dat dat vooral voor een aantal bedrijven van toepassing is. Goed, Marleen en... Ja, dankjewel, ja. Pierre. Voor weer eens zeer heldere uiteenzetting. Er zijn toch nog wel enkele vragen. En dat is bijvoorbeeld ook wat met die certificaten die daar vervallen. Als we zeggen dat er nog geen evidentie is om personen onder de 65 te vaccineren met een herhalingsdosis. Wat gaat er dan gebeuren? Hè? Want die certificaten gaan vervallen. Gaan die personen dan niet meer op reis kunnen gaan eens dat certificaat vervallen is? En ja, hoe moeten we daarmee omgaan? Ja, ik zie dat ik nog een aantal vragen heb, ook die waren toegestuurd. De certificaat ligt op tafel van de taskforce, dus we zijn aan het bekijken hoe dat we dat gaan verlengen. Het certificaat is nu goed voor een jaar. Ik kan u meteen zeggen, bij de Oostenrijkers was het 9 maanden, dus die zitten nu al in de problemen. En die zijn dat ook aan het bekijken. Maar de kans is groot dat we dat gaan moeten verlengen. Want zoals u zegt, anders stopt het hele controlesysteem. En ook het hele reis en dergelijke systeem. Dus daar wordt nu naar gekeken hoe we dat kan verlengd worden. Maar hebben we de evidentie om dat te doen? Of gaan we dat eerst doen voor de mensen die een derde dosis hebben? Die discussie loopt, maar het is niet de bedoeling om de mensen in moeilijkheden te brengen. Dus als het nodig zal zijn, zal dat verlengd worden. En we weten dat dit kan gebeuren op een heel eenvoudige elektronische manier. We hebben dat al moeten doen voor mensen die in vaccinstudies zaten april 2020. Dus die mensen kwamen in april 2021 al in de problemen anders. Dus daar is dat voor die mensen als vrijwilligers in vaccinstudies al automatisch verlengd en dat is gebeurd op 2-3 dagen tijd. Dus dit kan perfect gebeuren, dus daar moeten we niet van wakker liggen en het staat op de agenda van de taskforce. Ja, er is ook nog een vraag gesteld van als men dus AstraZeneca heeft gekregen tevoren en men krijgt dan nu Pfizer, hoe zit het dan met bijwerkingenprofiel? Is daar iets over geweten? Krijgen we dan andere bijwerkingenprofielen? Goed, dat is een heel goede vraag. En ik zou zeggen, nu kunnen we daar met veel meer zekerheid op antwoorden dan een aantal maanden geleden. Dat is ook de reden waarom dat wij altijd gezegd hebben, wie een eerste AstraZeneca kreeg, krijgt een tweede AstraZeneca. Waarom? Omdat we daar wel duidelijk veiligheidsprofiel hadden, ook doeltreffendheidsprofiel. Ondertussen lopen er heel wat studies en zijn die studies ook bekend gepubliceerd. En alle gegevens gaan in dezelfde richting. En dat wil zeggen dat een mixed schema, dus AstraZeneca gevolgd door Pfizer, of nu ook als we Pfizer gebruiken, preferentieel als boosterdosis, dan zien we dat dat eigenlijk systematisch een goede immuniteit geeft en een goede werkzaamheid. Dus dat is en zeker geen verminderde werkzaamheid ten opzichte van de klassieke schema's. Dus het mengen van twee types van vaccins geeft eigenlijk onder ons gezegd een betere immuniteit. Ik zal niet zeggen een betere werkzaamheid, maar wel een betere immuniteit. We zien gewoon hogere antilichamen, maar u weet ook, we weten niet voor wat de antilichamen staan. Maar het zal zeker geen verminderde immuniteitsantwoord geven, dat is punt 1. Qua veiligheid zien we geen toename van de nevenwerkingen, zelfs eerder een afname van de nevenwerkingen dan na een eerste of een tweede dosis. En dat is te verklaren door het feit dat we die boosterdosis nu natuurlijk maanden geven na de oorspronkelijke vaccinatie. En dat is heel vaak de situatie. Als je wat meer maanden tussenlaat, zie je ook minder nevenwerkingen. Geef je de vaccinaties wat korter op elkaar, zie je soms een toename van de nevenwerkingen. Dus die 4 of 6 maanden later zal zeker geen verhoging geven van het nevenwerkingsprofiel. Oké. Dus dat is ook meteen een van de redenen voor die 4 tot 6 maanden dan, hè, van dat achteraan te halen. Men vraagt zich ook af waarom dat de booster... steeds, maar dat is niet altijd, hè. Er zijn ook Moderna's, maar dus steeds een Pfizer is. Waarom dat eigenlijk is? Ja. Heeft het alleen maar te maken met voorraad? Of, of is het omwille van de grotere efficiëntie van de mRNA-vaccins? Wat is precies de reden? Eigenlijk is de reden vooral te maken met wat kunnen we kopen? Wat is beschikbaar op de Europese markt? Want het zijn
Europese contracten waar België dan telkens aan meedoet en waar België dan zegt van wij zijn geïnteresseerd in een bepaald deel. En dit gaat voornamelijk over Pfizer-vaccins die aangeboden worden. Zo simpel is het. AstraZeneca, daar zijn we zelfs niet verder mee in zee gegaan. Vooral omwille van de onduidelijke afspraken rond leveringen. Leveringen die, of bestellingen die er waren en die niet geleverd werden, zeker in het begin, maar zelfs tijdens de hele periode dat we met AstraZeneca gewerkt hebben. En dan hebben we gezegd, oké, daar gaan we dan niet verder mee in zee. Moderna hebben we iets minder aangekocht. Johnson & Johnson hebben we aangekocht, maar ook in nog mindere hoeveelheden. Dus ik denk dat momenteel in het hele pakket van de 23 miljoen vaccins die bijbesteld geweest zijn, dat we ongeveer aan een 80-85% Pfizer zitten. Dus het gros, of de kans is het grootst, dat we effectief te maken hebben met een Pfizer-booster. Maar we hebben ook Moderna daarin zitten, ongeveer een 3-4 miljoen. En dan bijna geen, of een heel klein aantal Johnson & Johnson, maar ik weet niet van buiten hoeveel, maar dat gaat in de honderdduizenden. Ja, dankjewel. En zwangere vrouwen en de ongeboren baby's, zou daar een herhaaldosis zin voor hebben? Wel, die worden momenteel niet naar voren geschoven omdat zij op zich niet behoren tot de immuungecompromitteerden. Zij reageren heel goed op het vaccin, dus met twee dosissen is dat prima. Zij gaan in aanmerking komen voor een booster als we zeggen van ja, de hele bevolking komt in aanmerking voor een booster. Maar eigenlijk het belangrijkste is nu dat zij gewoon hun vaccin krijgen. Dat ze daarmee starten vroeg in de zwangerschap. Waarom? Omdat wij vooral die zwangerschap willen beschermen tegen COVID-19. We weten dat die zwangere een belangrijke verwikkeling kan doen als zij COVID-19 oploopt tijdens de zwangerschap. Meer kans op een intensieve zorg terecht te komen. Meer kans op een prematuriteit van de pasgeborenen. Dus dat zijn allemaal redenen om eigenlijk vroeg in de zwangerschap, van zodra dat die zwanger dat weet, dat zij kan uitgenodigd worden voor een start van de vaccinatie. Dus dat is belangrijk. Nu, een groot aantal van die zwangeren zijn al gevaccineerd, maar komen dus niet noodzakelijk in aanmerking voor een derde dosis op dit moment. Ja. Ik zie ook iemand, het gaat dan eerder over testen, iemand die vraagt van, we zien deze dagen heel wat mensen vaak zonder symptomen met een positief testresultaat en deze mensen moeten dan nog steeds een PCR-test laten afnemen. Dus nadat ze dan een snelle antigeentest hebben gekregen. Men vraagt zich af, is dat geen stap te veel? Zou een herstelcertificaat ook niet mogelijk moeten zijn na een geregistreerde positieve sneltest, snelle antigeentest dus dan? Ik wil zeggen dat dit allemaal nu heel zwaar onder discussie is. Men beseft van het testbeleid moet aangepast worden aan de huidige omstandigheden. Ook dat ligt op tafel, maar dan van de RAG, van de Risk Assessment Group. Er liggen nog een aantal andere zaken in het kader daarvan op tafel. Er zijn mensen die een infectie hebben doorgemaakt en u weet, na 6 maanden vervalt eigenlijk die erkenning. Ja, kan dat niet langer? Er zijn mensen die heel goed weten van, kijk, na een jaar heb ik nog altijd een hoog aantal antistoffen. Ik heb dan een vaccin laten zetten. Kan dat dan ook niet tellen als CST? Dus al die scenario's liggen nu op tafel en ik hoop dat we binnen 1 of 2 weken daar iets meer duidelijkheid over gaan hebben. Ja, in verband met reizen naar de US. AstraZeneca was niet erkend in de US. Hè, en gaat dat nu veranderen als de derde prik een Pfizer is? Hoe zit dat precies? Is daar al iets over geweten? Wel, wat ik al kan zeggen is dat voor de Canadezen die AstraZeneca gekregen hebben, is het al mogelijk om naar de US te reizen. Dus we zien dat daar een zekere versoepeling gebeurt. Normaal zou Amerika ons meer daarover communiceren vanaf 1 november. Zouden ook de grenzen opengaan voor de Europeanen, maar daar is momenteel nog altijd geen nieuws. En in dat pakket of in die mogelijkheid van opening van grenzen zit ook het AstraZeneca-dossier. Dus op hoog diplomatiek niveau of op hoog diplomatische niveaus is men dat nu aan het bekijken van als de grenzen opengaan, dan meteen toch ook voor al wie een Europees erkend vaccin of vaccinatieschema gekregen heeft. Ja. Dus ik hoop dat we op 1 november daar positief nieuws krijgen. Ze passen het dus nu al toe voor Canada. Dus ik denk dat het niet anders kan dan dat dat ook het geval zal zijn voor de Europeanen.
Oké, dat is mooi nieuws. De zelftests, in welke mate zijn die betrouwbaar na volledige vaccinatie? Dat was ook een vraag. Die zijn betrouwbaar. Die zijn, ik denk, van goede kwaliteit. Die zullen altijd een paar procent boeten, inboeten ten opzichte van een PCR-test. Maar ik zou zeggen, die blijven betrouwbaar. We hebben te maken nu met een meer besmettelijk virus met hogere virale lading. Dus ook een gevaccineerde die dus effectief wordt blootgesteld aan het virus, zal een kans hebben om ook positief te testen op een zelftest. Dat is zo. Dus ik zou zeggen, qua betrouwbaarheid is dat zeker de moeite waard om die blijven te gebruiken. Maar een PCR-test zal nog net iets hoger scoren in die betrouwbaarheid. Ja. En dan hebben we daar de snelle antigeentesten nog tussenin, tussen beiden. Ja, inderdaad. Dan gaan we naar de jongeren, naar de min 12-jarigen. Er zijn daar ook wat vragen over. Van, zal er gevaccineerd worden voor min 12-jarigen? Komt er een vaccin voor min 12-jarigen? Is dat een aangepast vaccin? Hoe zijn daar de vooruitzichten? Wel, die dossiers zijn dus ingediend bij de Europese regelgevende autoriteiten. Een beetje later dan dat het bedrijf dat ingediend heeft bij de FDA. Ondertussen heeft Amerika gisteren, of toch de FDA, het licht op groen gezet om die vaccins te gaan gebruiken bij kinderen onder 12 jaar, dus tussen 5 en 12. Canada is daar al mee bezig trouwens. Die zijn al hun kinderen aan het vaccineren tussen 5 en 12 jaar. De adviezen, of wat ik hoor vanuit de Centers for Disease Control en vanuit de American Academy of Pediatrics, staat ook positief tegenover die vaccinatie. Wij zullen moeten wachten tot Europa het goedkeurt. Dan komt dat op tafel van de Hoge Gezondheidsraad. En dan wordt daar beslist en een advies gegeven aan de politiek om al dan niet te gaan voor een vaccinatie tussen 5 en 12 jaar. Als u mijn persoonlijke mening vraagt, ik denk dat het tegen dat wij gaan kunnen beslissen, zullen we al heel wat meer gegevens hebben op grotere aantallen dan wat er nu ingediend is. Dat is altijd zo. De gegevens die ingediend zijn tonen een bevestiging van veiligheid, een bevestiging van doeltreffendheid. Er wordt gewerkt met 1/3 van de dosis voor wat Pfizer betreft. Dit betekent dat we ook minder kans hebben op lokale en systemische nevenwerkingen dan wat we zagen bijvoorbeeld bij de adolescenten. Dus op zich is dat volgens mij een zeer goede afweging die je kan maken tussen het gebruik van de vaccins als individuele bescherming, maar ook als collectieve bescherming. Want nu weten we dat het virus zeker circuleert in het lagere onderwijs. We weten ook wat dat de consequenties zijn voor de scholen momenteel. Als we dat zouden kunnen terugbrengen dankzij vaccinatie, wat we eigenlijk ook zien bij onze adolescenten in het secundair onderwijs, zien we ongeveer 1/5 van de incidentie vergeleken met de incidentie in het lager onderwijs. En dat heeft voor een heel groot stuk te maken met het feit dat die gevaccineerd zijn, dat 80-85% in Vlaanderen van die jongeren volledig gevaccineerd is. Ja, dat heeft een effect. Dat heeft een effect op transmissie en op circulatie. En dus ook op het openhouden van scholen en op het afwezig zijn van uitbraken in het secundair onderwijs. Dus als we dat kunnen toepassen bij onze jonge kinderen en de veiligheid goed in de oog kunnen houden, dan denk ik dat we een stap vooruit kunnen zetten volgend jaar, in 2022, als we daarmee zouden kunnen starten. Ja, en dan naar vaccinatie toe zelf. We hebben, zeker als we dan met perspectief dat misschien de rode apothekers ook zullen vaccineren, dan zijn we toch wel bijzonder ook geïnteresseerd in het aantal ernstige bijwerkingen. Hè. Dus we hebben nu die COVID-vaccinatie zo massaal gedaan. Er is een gigantisch grote bevolkingsgroepen gevaccineerd. Zijn er gegevens over hoeveel ernstige bijwerkingen dat er zijn geweest, hoeveel anafylactische shocks, zijn die geregistreerd, zijn daar gegevens over? Die gegevens kan je trouwens allemaal terugvinden op de website van het VAG. Hè? Dus wekelijks wordt dat bijgewerkt. Het VAG brengt ook wekelijks een perstekst uit, die je ook kan terugvinden op de website van het VAG. Nu, in grote lijnen kan ik u zeggen dat dat dus minimale gevallen zijn van die trombose plus trombocytopenie door gebruik van AstraZeneca en het Johnson & Johnson vaccin. Die aantallen kan je tellen op twee handen. Die zijn ook gevolgd geweest. Dat heeft dan ook geleid tot een aanpassing van het beleid.
zodanig dat we die vaccins niet gebruiken onder de 41. Ja. En dan hebben we gevallen van pericarditis, myocarditis, ook weer aantallen die je bijna op één hand kunt tellen. En dat heeft vooral geleid tot een waarschuwing, als je die vaccins zet bij jongere mensen, dat artsen moeten weten van dit kan voorkomen in uitzonderlijke omstandigheden. En dan moet dat ook opgevolgd worden. En dat is ook hetgeen dat er gebeurt. Dus ik denk dat dat belangrijk is. Dat is natuurlijk een van de belangrijke elementen die we nu ook gaan verzamelen op basis van Canadees onderzoek. Of de Canadese vaccinatieprogramma's en de programma's in de Verenigde Staten. Dat is kijken bij die zeer jonge kinderen, waar dan een derde van de dosis wordt gebruikt, wat geeft dat op vlak van pericarditis en myocarditis? Ik denk dat dat het belangrijkste element zal zijn om waarschijnlijk de knoop door te hakken in een aantal Europese landen voor het gebruik van die vaccins bij jonge kinderen. Maar specifiek dan naar anafylactische shock en zo van dergelijke, voor de vaccinatieact zelf wel heel... Maar dat toch wel mee wordt gegoocheld van dat is toch wel het risico. Hè? Dus, maar hoe zit het nu eigenlijk? We hebben nu toch wel al heel veel ervaring met die COVID-vaccins. Hè? We hadden toch wel, als we zeggen, 1 op 1 miljoen kans. Dat was wat we tevoren van uitgingen. Dan hadden we 12, 13 moeten hebben, hè? In België. Hè? Dat klopt. En door het feit dat we natuurlijk mensen met een risico op anafylactische shock of met een voorgeschiedenis op anafylactische shock, dat we die al uit de groep halen. En die gaan nu allemaal preferentieel naar die referentiecentra. Dan verlaagt dat nog eens de kans dat we dat in de algemene bevolking treffen bijna tot een factor nul. Ik heb gisteren nog met de allergologen van het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen gesproken. Zij hebben 700 van die, mensen met een voorgeschiedenis van anafylaxis of met een grotere kans op anafylaxis toch het vaccin toegediend. En dan zien ze dat ze op 3 van die 700 eigenlijk een anafylaxiereactie hadden. Dus dat vertoont nog eens dat men dat ook niet mag overroepen. Want dan zitten zij eigenlijk met een noemer van risicopatiënten. En dat verlaagt dan nog eens. Dus ze waren eigenlijk heel blij dat ze toch gegaan zijn voor die vaccinatie. Want ze hebben er 697 kunnen vaccineren. En bij 3 hebben ze het wel degelijk onder controle gekregen. Maar dat maar om aan te geven dat men er wel voor mag gaan. Maar zeker dan binnen zo'n veilige sector. Ja, we horen nu ook dat verpleegkundigen zouden willen vaccineren zonder voorschrift van de arts. Hè. Dus het gaat, we gaan naar een groter aantal vaccinatoren. Hè. Dus als het al goed zit. En dan is dat natuurlijk, als we die risicopatiënten correct doorverwijzen naar referentiecentra, dan sluiten we die risico's wel heel sterk uit. Hè. Dus dat is dan een element van good practice geworden. Absoluut, ja. Zeker met de procedures die nu uitgewerkt zijn. Ja. Er waren ook nog een 5-tal personen die een handje hebben opgestoken. Ik ben aan het einde van de vragen gekomen. Is daar iemand van die graag het woord zou nemen? Ik zie daar één vraag nog in de chat. Wanneer krijgen de immuungecompromitteerden hun booster? In Vlaanderen kan ik u zeggen dat 80% daar nu al een booster gekregen heeft. Ja. Ik heb die cijfers gisteravond gezien. We zitten aan 80%. Dus ik denk dat dat momenteel echt lopende is. Ja, ik zie ook nog een vraag die net is binnengekomen. Is de kans op pericarditis en myo na een griepvaccinatie kleiner of even groot of groter dan na een COVID-vaccinatie? Ik zou zeggen kleiner, want het is niet opgepikt geweest bij de massale griepvaccinatie. Natuurlijk, de griepvaccinatie wordt meer gegeven aan oudere bevolking en daar zagen we ook geen pericarditis en myocarditis bij de COVID-19-vaccins. Dus we zien dat vooral, onder de leeftijd van 30 jaar. En daar wordt natuurlijk minder gebruik gemaakt van griepvaccins. En zeker niet op de schaal waar we nu COVID-19-vaccins gebruiken. Dan zien we ook nog een vraagje dat toch nog over die over kinderen. Hè? Dus dan gaan we nog testen. Hoe zit het eigenlijk met testen voor kinderen onder de 5 jaar? Daar moet ik het antwoord schuldig blijven. Ik volg het testbeleid minder dan het vaccinatiebeleid. Dus dat is iets buiten mijn expertise, sorry.
Dan er kwam ook nog een vraag waar we eigenlijk het antwoord op kennen. Kan iemand nog een eerste of een tweede vaccin krijgen? Uiteraard kan dat. Ja. Dus de vaccinatiecentra zitten er nog op in. En de lijst van de nieuwe vaccinatiecentra, of de verhuisde vaccinatiecentra, staat op de website Laat je vaccineren. Dus het is heel gemakkelijk om dat terug te vinden. Voilà, dan denk ik dat we hierbij kunnen afronden. Dat is heel goed, want ik moet naar het volgende. We hebben nog 7 minuutjes, 8 minuutjes ertussen waarschijnlijk. Hè? Dat is dus heel hartelijk bedankt voor weer eens een heel inspirerende sessie. Ik denk dat dat heel veel verduidelijk heeft. Ik denk dat dat niet de laatste keer is dat we elkaar zullen zien. Hè? Dat u geen probleem, ik doe dat met heel veel plezier. Maar dus heel graag tot later. Dank je wel. En alle deelnemers, heel hartelijk bedankt om een uurtje vrij te maken, om nog eens mee te luisteren, om dan weer extra de ring te kunnen vliegen voor de sensibilisatie voor de herhaaldosis. Graag gedaan. Later. En ik zou zeggen, succes allemaal. Hou jullie veilig. Wees gevaccineerd en een fijn lang weekend voor zij die ervan kunnen genieten. Dag.